Dag iedereen en welkom op deze voorstelling van de nieuwe Creative Cloud 2015. Mijn naam is Bart van der Wielen en ik werk als Digital Media Solution Consultant voor Adobe. Tijdens deze update zou ik me graag willen focussen op de webtools, namelijk de specifieke features die vernieuwd zijn voor Photoshop, Muse en Dreamweaver. Tevens wil ik ook gebruik maken van deze gelegenheid om u een introductie te gaan geven tot de nieuwe Adobe Stockdienst. Wanneer we kijken naar de hoofd points voor de Creative Cloud 2015 update voor Photoshop, dan beginnen we hier met de Creative Cloud Libraries. Dankzij de libraries kan je assets gaan doorgeven en online gaan stockeren tussen andere designapplicaties, zoals InDesign, Illustrator, Premiere Pro en After Effects. Verder hebben we ook een aanpassing gemaakt aan hoe je je bestanden opbouwt in Photoshop. Nu kan je namelijk meerdere artboards gaan gebruiken om je verschillende ontwerpen te gaan bundelen in één bestand. Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld werkt aan een design voor een website die je wil voorstellen op verschillende resoluties op verschillende toestellen. Deze artboards kan je dan die makkelijk gaan exporteren dankzij de nieuwe Asset Export. Nu, niet alleen deze artboards kan je makkelijk gaan exporteren, maar ook individuele layers door ze te selecteren, rechtermuisklikken klikken en gewoon op pakketen duwen. Hiervoor hebben we ook de nieuwe Device Preview, die je toelaat om live aanpassingen te gaan bekijken op mobiel toestellen, zoals je iPad en je iPhone. En we hebben ook gezorgd voor een alternatieve interface voor mensen die bezig zijn voor app design en ook voor webdesign. Ook voor Dreamweaver zijn er enkele functies bijgekomen. Nu is het bijvoorbeeld makkelijker om te werken aan een responsive design door het toevoegen van mediaqueries. Ook hebben we gewerkt aan een device preview, waardoor je ook met je ontwerpen rechtstreeks kunt gaan meekijken in andere toestellen, bijvoorbeeld Windows, Android of iOS. De batch exportfunctie van een Photoshop file is iets wat daarvoor ook al bestond, maar hebben ietsje verbeterd. Nu kan je namelijk meerdere assets tegelijkertijd gaan exporteren van dezelfde Photoshop file en dit rechtstreeks vanuit Dreamweaver. En we hebben ook kleine aanpassingen gemaakt aan hoe je met code omgaat. Deze aanpassingen zijn hoofdzakelijk visueel en moeten jou helpen om makkelijker je code te gaan controleren en te gaan gebruiken. Designers zullen blij zijn dat je vanaf nu in de Muse gebruik kunt maken van alle lettertypes hier binnen TypeKit. Verder hebben we ook gezorgd voor enkele widgets die je gratis kunt gaan delen van onze partners. Deze widgets kunnen gebruikt worden voor een shoppingcart, een blog, achtergrondvideo, audio en andere zaken. Ook hebben we gewerkt aan enkele updates voor het maken van contactformulieren. Nu kan je bijvoorbeeld daar makkelijke checkboxes of de zogenaamde radio buttons gaan toevoegen bij het maken van contactformulieren. En als laatste heb ik nog enkele kleine aanpassingen gemaakt in de achtergrond om ervoor te zorgen dat jouw news site nog compatibeler wordt met de voornaamste browsers op verschillende toestellen. En tot slot wil ik nog eventjes onze nieuwe Adobe Stockdienst gaan voorstellen. Adobe Stock geeft designers toegang tot meer dan 41 miljoen afbeeldingen en, en vectorillustraties die royaltyvrij kunnen gebruikt worden in hun designs, voor print, web, video of applicaties. Dankzij Adobe Stock kan je deze afbeeldingen rechtstreeks gaan importeren in je designsoftware via de Creative Cloud Libraries en ook het licensen van deze afbeeldingen gebruikt rechtstreeks vanuit de applicatie zelf. Neem een kijkje op stock.adobe.com om meer te weten te komen over het aanbod en ook de voorwaarden voor licenties. De eerste functie die ik wil tonen hier in Adobe Photoshop is het gebruik van de libraries. Ik heb aan de linkerkant hier mijn CC Libraries venster openstaan en daar heb ik verschillende libraries ter mijn beschikking. Deze libraries maak ik zelf aan en kan ik beheren zoals ik wil. In deze library heb ik verschillende items gestockeerd. Ik heb namelijk complete Photoshop files hierin staan, maar ook vectorillustraties, kleuren, afbeeldingen en enkele layer styles. Ik kan hiermee dus mijn library gaan combineren met andere documenten en ook met andere programma's. Bijvoorbeeld even naar Illustrator gaan. Hier in Illustrator heb ik een vectorobject staan van deze snorkel. Cool. Ik ga deze wat verkleinen en volgens slepen in deze library. Ziezo. Deze wordt dan middellijk gesynchroniseerd dankzij de Creative technologie en is nu beschikbaar in deze Adventure Guide App library. Dit wil zeggen dat wanneer ik terugkeer naar Photoshop. Ik hier ook deze snorkel te mijn beschikking krijg. Wanneer ik deze dan op mijn canvas sleep en even confirmeer, kan ik hem gewoon plaatsen waar ik wens en dan hiermee verder werken. Het wolkicoontje hier in mijn layer zelf duidt aan dat deze asset gelinkt is naar een online bestand. Dus dit wil zeggen dat wanneer ik dit hier zou wijzigen, bijvoorbeeld binnen Illustrator, ik, ik ga even dubbelklikken op de originele um, snorkel en ik zou bijvoorbeeld een kleuraanpassing maken. Bijvoorbeeld blauw, dit opslaan en sluiten, dan ga je merken dat hier deze versie van de library automatisch wordt geupdate. Wanneer ik dan terugkeer bijvoorbeeld hier naar Photoshop, merk je ook op dat deze update gebeurd is hier in de library, maar ook hier in de live artwork. Dit werkt dus in feite over meerdere applicaties heen, zoals Illustrator, InDesign, Premiere Pro, maar ook After Effects. De volgende functie die ik ga tonen heeft te maken met de artboards. Je merkt misschien op dat ik momenteel hier een iPhone 6 Plus formaat heb staan. Dit is eigenlijk niet echt wat we vroeger hadden in Photoshop, waar ik bijvoorbeeld een nieuw document zou starten, bijvoorbeeld een papierformaat zou kiezen, en ik eindig met een grijze achtergrond en de klassieke background layer. In dit geval is het zo dat ik geen echte canvas afmeting meer heb, maar in de plaats gebruik ik dit hier, de artboard functie. Artboards kan je maken wanneer je een nieuw documentje maakt hier in Photoshop, Kies voor de Artboard-functie en vervolgens de preset neemt die je interesseert. Nu, eens je een Artboard-document hebt, zoals dit hier, ben je vrij om zoveel Artboards toe te voegen als je maar wenst. Bijvoorbeeld, ik kan hier aan de linkerkant kiezen voor mijn Artboard-tool, die trouwens nu verborgen zit onder de Move-tool, en meerdere Artboards gaan toevoegen. Stel bijvoorbeeld, ik wil dit ontwerp ook even gaan herwerken naar een iPhone 5 formaat, dan kan ik deze Artboard nemen en Alt-slepen om dit te dupliceren. Hierbij worden alle layers ook gedupliceerd die worden geassocieerd met dezezelfde Artboard. Ik kan de naam daarvan even aanpassen, bijvoorbeeld iPhone 5, en voor ons ook hier bovenaan gaan switchen naar bijvoorbeeld iPhone 5 preset, die ook voorzien wordt hier binnen Photoshop zelf. Nu, Wanneer je items hebt die buiten de Artboard-plots vallen, zoals in dit geval hier, is het een kwestie van deze gewoon te selecteren en terug te slepen hier binnen de Artboard zelf. De Artboard gaat ook dienen als een canvas. Met andere woorden, als ik eventjes een layer plaats, dan ga je merken dat deze binnen de artboard uh, bounds, dus binnen de grenzen blijft van deze artboard zelf. Een ander voorbeeldje hier is het gebruik voor websites. In dit geval heb ik een mock-up van vier verschillende website ontwerpen. Eentje voor de desktop, dus een grotere versie van de desktop althans, een gewone desktop, de iPad, maar ook de iPhone. Dit is hier beheerd aan de hand van weer deze vier artboard-functies. Het voordeel aan deze artboards is dat ik dus in feite assets kan gaan delen over de verschillende files heen, fonten kan gaan delen, stijl kan gaan delen en de stijl over het algemeen kan gaan bewaken. Vroeger moest ik hier vier afzonderlijke Photoshop-files voor gaan maken. En eens de kant een aanpassing was, moest ik ze alle vier openen en deze aanpassing ook viermaal gaan doen. Dankzij de gelinkte assets met de libraries en ook de artboards hier aan de rechterkant kan ik makkelijker en overzichtelijker te werk gaan in mijn project voor websites of voor applicaties. Ik heb hier bijvoorbeeld in mijn desktop large een top banner gemaakt en ik zet gewoon een kleurbalkje wat bovenaan staat. Indien ik nu dit kleurbalkje ook wil hebben in deze desktop versie, de iPad versie, maar ook de iPhone versie, dan kan ik ervoor zorgen dat ik op deze manier het gewoon alt sleep en drop op de juiste artboard om dit te gaan dupliceren en het ook op dezelfde x en y coördinaten te gaan zetten van de ene artboard naar de andere. Het gebruik van artboards op deze manier zorgt in ieder geval voor heel wat tijdwinst. Het exporteren van assets voor deze artboard om bijvoorbeeld die te gaan gebruiken in mijn developeromgeving omgeving of bijvoorbeeld programma's als Dreamweaver kan ik doen door de artboard zelf te selecteren, bijvoorbeeld iPad, rechtermuisklikken en te kiezen voor export as. Wanneer ik export as kies dan gaat Photoshop mijn huidige artboard nemen, deze verwerken en me de toegang geven tot verschillende bestandsformaten voor het web om dit te gaan opslaan als een aparte file. Nu, wanneer ik bijvoorbeeld meerdere artboards selecteer, selecteren, bijvoorbeeld de iPad, maar ook de iPhone, en ik doe net hetzelfde, kan ik ook van hier meerdere artboards een andere setting gaan geven en deze twee tegelijkertijd gaan exporteren. Nu, het exporteren van deze assets lukt uiteraard van deze kant ook uit. Maar kan je ook doen voor individuele layers. Oké, okay, bijvoorbeeld, als ik ik dus dit openklap. En ik heb hier de tekst voor fashion staan. Dat is gewoon een tekstlayer. En ik heb eventueel ook andere tekst staan. Hier voor travel kan ik deze twee nemen. Rechtermuisklikken, klikken. Opnieuw kiezen voor export as. En opnieuw. Deze layers worden nu individueel geëxporteerd. Volgens de afmetingen. En het bestandsformaat, wat ik ze in feite hier live ga toekennen. Eens ik op export druk, worden deze files op een harde schijf geplaatst en kan ik daar weer terug mee verder. Dus het exporteren van deze assets is eigenlijk heel makkelijk te doen. En kan je dus ook uh, heel wat tijd mee gaan winnen hier binnen deze workflow voor meerdere artboards. Ook het voorvertonen van je ontwerpen is een stuk makkelijker gemaakt. En dit kunnen we doen dankzij dit venstertje hier, de nieuwe Device Preview-optie. Device Preview maakt een link met mobiele toestellen, zoals de iPad en de iPhone. Connecties kunnen gemaakt worden via de kabel of eventueel ook via hetzelfde wifi netwerk. Ik heb momenteel mijn iPad gekoppeld aan mijn uh, computer en wanneer ik hier op de iPad even navigeer naar mijn Adobe Preview applicatie hier aan de rechterkant, dan gaat Photoshop onmiddellijk gaan zoeken naar deze connectie. Ik merk trouwens op hier in Photoshop dat momenteel mijn toestel wordt herkend. En ook hier op de iPad zelf zie ik op dat mijn ontwerp rechtstreeks wordt voorvertoond op mijn scherm. En ik kan trouwens ook herkennen, want ik heb hier daarnet die banner aan de bovenkant geplaatst, die blauwe balk. Dus ik ben 100% zeker dat dit de juiste layout is. Ik heb vier artboards momenteel. En wat ik nu aan het bekijken ben is één specifieke artboard, namelijk Desktop Large. Dat kan ik trouwens merken als ik even druk op het scherm. Het leuke aan de Device Preview-applicatie is dat deze ook de verschillende artboards gaat herkennen. Met andere woorden, ik kan even klikken op het scherm en dan hier bovenaan switchen naar een andere artboard. Bijvoorbeeld de iPad. Op deze manier wordt deze artboard binnengeladen. Ik kan dubbel tappen om op 100% te gaan kijken. En dit is momenteel de resolutie waarop we dit gaan, gaan bekijken. Het ziet er ook wat kleiner uit en dat komt omdat dit gemaakt is uh, op een iPad SD-toestel, dus voor de eerste generaties iPad. Terwijl ik momenteel werk op een Retina Display-toestel. Vandaar ook dat mijn scherm fysiek ook groter is en een hogere resolutie heeft dan het ontwerp dat ik gemaakt heb. Het voordeel hieraan is dat je dus in feite live kunt gaan verder werken. Bijvoorbeeld, ik heb hier in deze layout, dus de layout voor mijn iPad, een tas staan aan de rechterkant. Wanneer ik bijvoorbeeld hier eventjes inzoom op mijn ontwerp. En daar een verandering aan zou brengen. Even de layer selecteren. Ziezo. En ik ga hier een verandering gaan aanbrengen. Bijvoorbeeld, ik ga een adjustment layer gaan maken. En ik ga de kleur wat gaan wijzigen. Op deze manier. En deze enkel toepassen op deze layer. Dan heb ik dus nu een rode tas. En let op wat er gebeurt hier op de tablet ook. Onmiddellijk wordt deze tas ook rood. Met andere woorden, de live link die blijft, eens de connectie gemaakt is. Ik kan zelfs dit venster hier gewoon sluiten en nog altijd zal deze connectie actief blijven, zolang Photoshop open staat en zolang mijn applicatie ook geladen blijft hier op de iPad. Dus vanaf nu kan je je iPad en je iPhone gewoon connecteren, naast je computer leggen en live verder ontwerpen en alles ergens gaan previewen op je tablet zelf. Interessant daaraan is dat je ten eerste tijd wint, plus je kan ook veel voorspelbaarder gaan werken. Bijvoorbeeld, zo kan je controleren of tekst wel leesbaar is op mobiele toestellen, of knopjes bijvoorbeeld niet te groot of te klein zijn, enzovoort. Enzovoort. Dus opnieuw een mooie toevoeging hier aan de nieuwe Photoshop CC 2015. De nieuwe functies in Muse 2015 zijn klein, maar toch zeer interessant. Zo heb ik bijvoorbeeld om te beginnen al enkele starter designs wanneer ik een nieuwe file zou aanmaken, kwestie van grote inspiratie te gaan krijgen of om eens uit te zoeken hoe ze precies opgebouwd zijn. Verder, wanneer ik kijk naar enkele pagina's, zoals deze bijvoorbeeld, en ik wil het lettertype aanpassen van dit woordje, wel, wat ik vroeger altijd had was een keuze uit mijn basisfonten en bij de webfonten kon ik in feite hier enkel gebruik maken van de Edge Webfonts. Nu kan ik ook gebruik maken van het volle typekit-arsenaal waar mijn uh, Adobe ID voor gebruikt wordt. Ik heb de gekende typekit-filters, bijvoorbeeld ik wil een dikke lettertype hebben en misschien een slab serif-versie hebben op deze manier. En vervolgens het lettertype gaan aanduiden wat ik wens te gaan gebruiken. Bijvoorbeeld ik geef dus voor deze gaan Lexia. Je klikt hem aan, drukt op OK en deze fonten worden van typekit rechtstreeks -rechts ingeladen hier binnen mijn Muse-project. Ziezo. Eén fondsformulier werd toegevoegd, dus vanaf nu kan ik naar mijn lijst met fonten teruggaan en dan hier kijken naar het font wat ik heb toegevoegd, namelijk Lexia Advertising. Bijvoorbeeld Regular. Voilà. Als ik even kijk naar een andere pagina hier, bijvoorbeeld het contactscherm. Het contactscherm is een, uh, een klassiek antwoordformulier. Uh, dit is de widget die gebruikt geweest is, uh, standaard hier uit de uh, widgets library. In Adobe Muse. Maar wat er in feite hier aan veranderd is, is we hebben nu ook radio buttons en checkboxes voorzien. Dus wanneer je bijvoorbeeld hier velden wilt gaan toevoegen, ga je merken dat je dus niet hier onderaan bij de custom fields kunt gaan voor de tickbox group en ook de radio button group. Kwestie van wat meer variatie aan te brengen in je, in je formulier zelf. Verder is het ook mogelijk als je naar de uh, layers eventjes kijkt, om layers te gaan benoemen. En ook objecten te gaan uh, benoemen op deze manier. Dit zorgt er ook voor om wat meer structuur te gaan krijgen in je Muse van zelf. Effecten worden vanaf nu beheerd in een apart venster. Zie je zo. Dus je welke effecten als bijvoorbeeld bevel en emboss, outer glow en drop shadow... ...kunnen vanaf nu rechtstreeks worden toegepast worden hier vanaf dit venster. Een van de andere zaken die we hebben aangepast is... ...we hebben in de library de mogelijkheid gelaten om enkele extra widgets te gaan downloaden. Bijvoorbeeld als ik even klik op Find more library items online, dan opent zich de MuseWidgets.com pagina van waar ik enkele gratis widgets kan gaan downloaden. Deze widgets zijn gemaakt door enkele van onze partners en zijn nu eigenlijk verkrijgbaar gratis en kan je downloaden en installeren hier binnen in Muse zelf. Ik heb er enkele gedownload en staan hier in deze file, dus dat ziet er zo uit. Dit zijn de bestanden die je kunt gaan installeren binnen Mews zelf. Simpelweg door op dit icoontje te gaan klikken en vervolgens te gaan navigeren naar de file die je nodig hebt. Laat ik eventjes een ander ontwerp gaan openen van iets wat ik wil gaan gebruiken. Bijvoorbeeld deze file. Deze file gebruikt enkele van de nieuwe widgets. Ik zal even assets herlinken. Dus deze file gebruikt enkele van de nieuwe widgets die eigenlijk zeer interessant zijn. Eén basiswidget bijvoorbeeld die ik hier heb, is deze hier in de hoek. Het zit mooi weggestoken, maar dit is de background video widget. Background video zorgt ervoor dat een videofilmpje wordt afgespeeld in het volle scherm en ook responsive gaat schalen, gebaseerd op de afmetingen van het browservenster. De enige instellingen die ik daarvoor heb, zitten hierin. En dat draait eigenlijk voornamelijk rond de video die je wenst te gaan afspelen. Laat ik even tonen welke video ik momenteel hier ga gebruiken. Dit is een Vimeo filmpje, zonder geluid, duurt maar een klein minuutje en ziet eigenlijk als volgt uit. Het gaat in feite om deze button recorder die aan het afspelen is. Even pauzeren. En wat ik daarvan genomen heb hier, is de URL, de volle URL naar de video zelf. Wanneer je tenslotte de widget gaat gaan gebruiken, volstaat het eigenlijk gewoon weg om deze widget zelf hier te openen en dit element op de pagina te gaan slepen. Ik heb nog een versie van deze website waar deze widget nog niet is toegepast. Dus ik ga deze eventjes erbij nemen. Naar de hoofdpagina gaan. En deze pagina is momenteel leeg. Dus ik ga hier mijn background video widget op de pagina slepen. Dat manifesteert zich in de, in de vorm van dit kleine blokje. En hier moet ik alleen maar de URL plakken die ik wens te gaan tonen. Audio wil ik niet hebben, dus kan ik even op nul zetten. Even kijken, ik wil geen video control. Ik wil geen advertenties hebben. HD vind ik goed en hij mag ook gaan loopen. Vervolgens kan ik dit plaatsen op de pagina waar ik maar wil. Dit item zelf gaat nooit verschijnen in de live pagina, maar het vertegenwoordigt eigenlijk de video die je net gemaakt hebt. Nu, wanneer ik dit even ga previewen, gaan we schikken wat het resultaat precies is. Ik zit nu momenteel in mijn webbrowser en mijn webpagina wordt geladen. En daarin ga je merken dat hier achter dit raster, wat er over van aparte layer staat, mijn videoplots begint te spelen. Dus dit is mijn. Website met background video op deze manier. Zie je? Gaat ook perfect gaan schalen wanneer ik de browser gaat wijzigen van afmetingen. Als ik even kijk naar de andere widgets die we hier in beschikking hebben, dan heb ik bijvoorbeeld nog een carousel en ook nog een audio player. Deze kan ik ook gaan voorvertonen in deze versie van de website, waar ik ze reeds voorzien heb. Laat ik even naar andere scrollen. Dus hier bijvoorbeeld heb ik de audio player widget. De Audio Player Widget speelt mp3 bestanden af, en dat en andere files ook nog, um, aan de hand van deze simpele basis Player. Opnieuw, makkelijk hem toe te passen, sleep hem op de pagina, drop hem en voeg de mp3-file en of OGG 11WAV-file toe. Personaliseer hoe de speler eruit ziet, en dat is het. En op deze manier kan je mp3-file ook perfect gaan afspelen. Hetzelfde geldt voor de carousel. Waar ik uiteindelijk een reeks afbeeldingen kan gaan indroppen en dan uiteindelijk ook weer een carrousel mee gaan bouwen. Laat ik eventjes het, extra, het, uh, het echte resultaat tonen van dit, van dit projectje. Ik ben mijn pagina aan het exporteren. Even kijken. Het ziet er zo uit. De achtergrondvideo die komt ook binnen en wordt ook afgespeeld. Als ik naar onderen scroll, dan heb ik hier ook mijn uh, audio staan. Dit is de tweede file die ik heb gesleept. Dit is de eerste. Dit speelt gewoon af op deze manier. Uh, mijn carousel widget ziet er als volgt uit: ik kan ik gewoon gaan door swipen als ik wil, of door gaan scrollen op deze manier. En ook hier onderaan heb ik een Shopify e-commerce button. Er is namelijk ook een widget die een link maakt naar Shopify om ervoor te zorgen dat je een soort winkelkarretje kunt gaan gebruiken op je eigen website. Oké, okay. op deze manier is een knop gemaakt: Purchase here. Wanneer ik daarop druk, word ik uitgenodigd om uiteindelijk items in mijn winkelmandje te stoppen. En uiteindelijk op checkout te gaan klikken rechtsonder en het item zelf te gaan aankopen. Dit zijn zaken die je kunt gaan doen als je lid bent van Shopify, daar een profiel hebt met enkele producten op. En op basis daarvan kan je hier in Muse tenslotte voor Shopify zelf gebruik maken van de widget, Shopify button. En de Shopify button heeft eigenlijk niet zo superveel informatie uh, nodig. Wat je moet weten is wat jouw Shopify Collection ID's zijn en de naam van jouw Shopify account. Op deze manier opent de poppen vanzelf en kan je in feite rechtstreeks gaan afrekenen en langs de kassa gaan passeren. Een laatste optie die interessant is hier voor deze widgets is het gebruik van de RSS Blog. De RSS Blog heb ik ook hier in dit projectje staan. Zie je zo. Dus wat je hier ziet op deze pagina, laat mij kort even de voorvouding gaan laden, is een live RSS Blog. Die in feite wordt gevoed in de Muse-pagina van buitenaf. Dit is allemaal live HTML. Dit zijn gewone afbeeldingen en de tekst zelf, zoals ik, zoals ik hier ook kan selecteren, is ook perfect live. Wat er hier in feite aan de hand is, is in het WordPress zelf is deze widget op het scherm gesleept geweest en hier vervolgens is verder informatie ingesteld geweest, namelijk wat je moet doen, het met het type van de blog, de breedte, de feed URL, dus van waar de informatie zelf gaat gaan komen. En dan verder er ook informatie over datumopties en wat extra opties die je daar kunt gaan instellen. Het personaliseren hiervan kan je ook gaan doen. Hier aan de linkerkant, aan de hand van dit voorbeeldblokje wat er altijd bij komt. Het is namelijk zo dat de styling die ik toepas op het blokje aan de linkerkant, wordt automatisch doorgestuurd en gereflecteerd in de uh, blog zelf. Dus op deze manier kan je toch een, uh, een invloed hebben over de layout van deze RSS-blog zelf. Ziezo, dat zijn de voornaamste opties die erbij gekomen zijn in Muse 2014. Laten we enkele van de nieuwe Dreamweaver-functies van dichterbij bekijken. Het eerste wat ik ga doen is naar mijn voorkeur gaan. Dus ik kies hier voor Dreamweaver, Preferences. En ik ga bij de Technology Previews de code highlighting aanzetten. Code highlighting zorgt ervoor dat wanneer je met code geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld hier in deze view, en ik maak een selectie van een bepaalde code, dat automatisch dezelfde codes mee gaan oplichten hier in mijn codescherm. Dit lukt met alles. Dit lukt bijvoorbeeld met deze code, met individuele woorden. Met alles wat ik in feite maar dubbel klik hier, gaat uiteindelijk worden opgelicht binnen mijn code zelf. Kleine verandering, maar dit kan je wel helpen om uiteindelijk wat meer structuur te gaan hebben in je code hier, of elementen terug te vinden die je misschien kwijt was. Ook aan de rechterkant zie ik dat ik hier nu mijn DOM, mijn DOM-venster, heb staan. Dit venster vervangt het vroegere Element Quick View, wat vroeger altijd zo'n beetje overal rondzweefde, maar nu maakt het gewoon weer deel uit van de vaste interface. Nu, ook wat code-snippets betreft, hebben we wat zaken aangepast. Dit is een lege HTML-pagina. Wat ik kan doen hier in dit geval is eventueel wat enkele code-snippets gaan gebruiken die mee geïnstalleerd worden bij Dreamweaver. Ik ga daarvoor eventjes naar een andere workspace gaan, bijvoorbeeld mijn default workspace. En daar heb ik het snippets venster staan. In de snippets hier heb ik enkele mapjes met de categorieën van snippets van code. En daarbij heb ik bijvoorbeeld de nieuwe Bootstrap snippets, die dus de Bootstrap infrastructuur gaan gebruiken. En dan kan ik een andere keuze gaan maken, bijvoorbeeld een formulier, basisformulier, horizontaal formulier, laat trouwens ook op de preview opties hier, die trouwens ook live zijn. Ik ga gewoon dit hier inslepen. En deze code gaan gebruiken op mijn pagina. Dus wanneer ik even dus kijk naar mijn live view, kan je ook zien hier dat ik dus dit kan testen en kan verder gaan aanpassen. Er zijn heel wat codesnippets in deze lijst verborgen, dus neem de tijd om ze allemaal eens te verkennen. Het volgende wat ik ga bekijken is responsive design. Ik keer even terug naar deze pagina. Ik ga het even wat kleiner maken. En let op dat ik nu hier bovenaan enkele gekleurde balkjes heb. Dit zijn mediaqueries. Deze mediaqueries worden vanaf nu zo gevisualiseerd en duiden breekpunten aan waarbij de website gaat switchen naar een andere CSS. Met andere woorden, de layout gaat zich aanpassen wanneer de resolutie van het scherm die de site bekijkt voldoet of valt binnen een, bepaalde, een bepaald bereik liever, van pixels. Dit kan je trouwens simuleren door deze schuifbalk aan de rechterkant te gaan gebruiken en naar links te gaan slepen. Op deze manier ga je de website zelf op een andere resolutie gaan bekijken, of althans een simulatie daarvan. En wanneer ik op een van deze scheidingslijnen kom, dan kom ik eigenlijk een breakpunt tegen waarbij onmiddellijk plots geswitcht wordt naar andere CSS-regels. Ik kan er in feite zoveel breekpunten toevoegen als ik zelf wens, bijvoorbeeld ook hier nogmaals. En op deze manier kan ik ook live gaan simuleren hoe deze website er gaat uitzien. Nu, ik ga even dubbelklikken in deze grijze zone. Dat reset mijn slider aan de rechterkant. En ik ga kort even uitleggen hoe je dit nu in zelf kunt gaan opbouwen van nul. Om dat te doen ga ik gewoon wegstarten starten met een nieuw project. Dus ik neem hier een nieuw document. Ik houd het op basis HTML. Ik noem het gewoon bijvoorbeeld uh, index create op deze manier. En wat ik nu kan doen is eerst wat CSS gaan toevoegen. Dus ik ga eventjes naar mijn CSS designer gaan. Ik ga een CSS-file maken, bijvoorbeeld main.css. Dat plaats ik hier in mijn site. Uh, Main.css. Ziezo. Oké, okay. dus nu heb ik mijn algemene source code. En ik heb hier ook mijn andere CSS. Goed, laten we nu enkele media queries gaan toevoegen. Oké, okay. hiervoor ga ik dit latje gaan gebruiken. Nu, ik kan er verschillende maken, maar ik ga het eventjes gewoon bij twee houden om het principe duidelijk te maken. Bijvoorbeeld, ik zet mijn latje hier op bijvoorbeeld, uh, neem nu 380 pixels. Ziezo, 380. Ik klik op het plusje. En gebruik het als een maximumbreedte. Dus alles wat nu van 0 tot en met 380 pixels is, ga ik gaan gebruiken als één bepaalde layout. Ik ga deze CSS toevoegen aan mijn huidige main.css. Klik op oké. Okay. Ziezo. Dit is mijn eerste breekpunt. Alles wat groter is dan 380 pixels, dus vanaf 381, gaat een tweede layout worden. Dus opnieuw klik op het plusje. En ik zeg dat ik nu als minimumbreedte ga pakken alles wat 381 is tot... Ja, zo breed als het maar kan zijn. Gaat ook worden toegevoegd worden aan main.css. Dus ik heb nu twee regels ingesteld: één voor kleine layout en één voor een grotere layout. Goed. Nu is de bedoeling om iets op mijn pagina te zetten en te gaan kijken hoe de CSS kunnen doen switchen van de een naar de andere. Om dat te doen ga ik hier een afbeelding plaatsen. Ik ga die even kopiëren in mijn pagina. Goed. Dit is de originele afbeelding. Oké, okay, die kan ik gaan gebruiken. Ik ga deze ook een klasse geven, bijvoorbeeld. Uh, image en ook hier toevoegen aan deze media query zelf. Dus ik heb nu voor mijn brede layout deze afbeelding gebruikt, zoals je ze hier ziet staan. Wat ik nu ook kan doen, is zeggen van: Indien ik bijvoorbeeld een kleinere layout zou hebben, dan is deze afbeelding eigenlijk te groot en heb ik een kleiner exemplaar nodig. Dus ik ga deze afbeelding gaan schalen. Dus ik ga kijken naar mijn CSS-designer, neem mijn main.css, neem de media query, ga op zoek naar deze CSS-rule. En ik ga hier met de layout gaan spelen. Oké, okay, bijvoorbeeld, ik ga het even in pixels gaan uitdrukken. Ik zeg dat deze afbeelding, bijvoorbeeld, misschien maar 120 pixels breed mag zijn. En ook hier 120 pixels hoog mag zijn. Dit wordt nu alleen toegepast voor deze media query. Dus, kijk wat er gebeurt als ik nu even dit latje opnieuw ga gebruiken. Ik ga effectief switchen van de ene naar de andere layout. Het volgende waar ik het kort over wil hebben is het preview van content. Preview maken is heel belangrijk, zeker en vast wanneer je aan het ontwerpen bent voor meerdere resoluties en meerdere toestellen. Om dit proces makkelijker te maken, hebben we in Dreamweaver 2015 hier onderaan een knopje voorzien. Ziezo, en deze knop gaat een QR-code en een verkorte URL gaan genereren. Wanneer ik deze QR-code zou scannen met bijvoorbeeld mijn smartphone. Ziezo, dan gaat uiteindelijk deze file worden ingeladen over het wifi-netwerk op mijn toestel zelf. Merk op dat dit de mobiele versie is van mijn website. Dus je ziet duidelijk dat mijn responsive design hier gewerkt heeft. Het voordeel aan het preview op deze manier is dat je dus in feite ook live kunt gaan werken. Ik heb hier bijvoorbeeld de tekst staan Queen of Flora. Ik ga deze tekst gaan wijzigen en ik maak daar bijvoorbeeld Queen of Fauna van. En je gaat merken dat wanneer ik deze wijzigingen toepas, dat dit automatisch ook gaat updaten hier op mijn telefoon. Dus vanaf nu af aan kan ik deze URL gebruiken op meerdere toestellen, het zijn Windows, iOS of Android toestellen. En dat ik live kan gaan verder werken om te kijken hoe mijn ontwerp gaat reageren op die desbetreffende layouts. Het laatste waar ik het over wil hebben is de Extract assets functie. Ik start hier in Photoshop met een mock-up van mijn website. En daarvoor heb ik trouwens ook LearComps gebruikt om te diversifieren tussen Large Desktop, Desktop, Tablet en Mobile versies. Deze file is opgeslagen in mijn Creative Cloud Storage. Met andere woorden, deze file staat in de cloud. Ik ga terugschakelen naar Dreamweaver en daar gebruik maken van de Extract functie. Extract vind je terug door te switchen naar de Extract werkruimte. Hier heb ik dus een overzicht van alle documenten die ik momenteel aan het hosten ben. En daar ga ik klikken op mijn vermillionwebsite.psd. Deze website laadt nu in en ik kan vanaf hier nu verschillende elementen gaan inspecteren door ze aan te klikken, de CSS kopiëren, de tekst kopiëren of andere eigenschappen. Ik kan zelfs dus afbeeldingen overslepen en de droppen in code. Maar waar ik eigenlijk naar op zoek ben is een manier om deze afbeeldingen te exporteren naar feitelijke afbeeldingen zoals PNG of JPEG. Wat ik daarvoor kan doen, is de afbeelding die ik wens aanklikken en te klikken op het pijltje hier onderaan. Nu, deze opties zijn op zich niet nieuw, maar wat er wel veranderd is, is hier onderaan deze Save Multiple optie. Vooraleer ik Save Multiple ga, ga aanklikken, klik ik eerst op het potloodje en dan kan ik gaan bekijken welke standaarden ik eigenlijk ga genereren wanneer ik straks op oké okay druk. Ik ga in dit geval 1 twee, drie verschillende versies van dezelfde asset gaan exporteren. Dus eenmaal de originele en dan één keer op 200% en eenmaal op 300% geschaald. Klik op Apply en Close. En nu klik ik op Save Multiple om mijn assets te extracten. Goed, wanneer ik nu even terugkijk naar het mapje waar ik deze wil plaatsen, ga je zien dat ik nu plots drie mapjes heb. En elk mapje heeft dan ook de asset waar ik naar gevraagd heb. Wil je meer weten over specifieke functionaliteiten uit Creative Cloud Software? Volg dan de website die je hier op het scherm ziet. Leer ook zeker vast onze nieuwe Adobe Stockdienst kennen, aangezien ze vele voordelen biedt voor designers. Blijf verder ook op de hoogte online via Twitter via deze kanalen.